Ze lag echt als Liza Minnelli op de brancard met de zonnebril op. Ik ga mijn moeder heel erg missen. Maar zoals op de kaart staat, er is niets dat voorgoed verdwijnt als men de herinnering bewaart. Nou, kijk eens, de zon staat speciaal voor ons om de hemel, hè? Ja, leuk, hè? Gesteld. Ja. Waar gaat de reis naartoe, mevrouw? Die gaat naar het Loo, naar de paleistuinen van het Loo. Ja, waarom daarheen? Nou, daar vind ik het heel mooi en daar ben ik al vaak geweest en daar wil ik nog wel een keer heen. Maar dat kunnen we samen niet meer. We gaan er een mooie dag van maken. Dat is zeker, hè? Ja, ik heb er zin in, hoor. Nou. Ja. Fijne dag. Ja. Dank u wel, Allen. Ja. Dank u wel, dat gaat zeker lukken. Ja. Ja, ik vind het paleis het Loo. Tenminste, het paleis. De tuinen ga ik voornamelijk voor, hè? Ja, de barok. De barok, mooi, de barok, hè? Dan gaan we heel voorzichtig naar binnen schuiven. Prachtig. Het gaat goed, het gaat goed. Oké, we gaan. Tot straks. Meer dan 200 wensen per jaar vervult de Veluwse wensambulance. Voornamelijk in Gelderland, Overijssel en Flevoland. Mijn allereerste wensrit, dat was een meneer die naar de ezels wou. En wat ik daar zo speciaal aan vond, is dat later wij een kaart kregen. Zijn rouwkaart, waarop de foto stond van hemzelf met de ezel erop. Dus dan krijg je ook direct mee hoe belangrijk het is voor de mensen. Het bevestigt bij ons ook hoe mooi het is om dit werk te doen. En ja, dan blijf je het ook doen. Prachtig. In Apeldoorn aangekomen. We zijn in de tuin aangekomen. We zijn in de tuin aangekomen. Heb je een goede reis gehad? Helemaal. Goedemiddag. Daar ging ik ook altijd wel eens zitten en dan kijk je zo op het paleis. Hè? Ja, mooi hè, maar dat kunnen we nu ook wel even gaan doen. Dat is wel mooi. We hebben de laatste keer ook nog gezeten, weet je nog? Ja. Dit was die fontein die nog hoger is dan Versailles. Ja, dat moet je vertellen. Ja, ik heb het over die fontein, hè? Prachtig hè. Ja, prachtig. Klopt het? Want ja, hier is het mooier hoor. Dat was er. Mag ik niet zeggen? Ja, ja, ja. Ja, dat is zo, ja. Die zuiltjes, hè, zo mooi, hè? Ja. Hier hou ik van. Ja. Ja, heel mooi, heel mooi. Ik vind het echt koninklijk. Ja, dat is een mooie. En de koninklijke tuinen, koninklijk. Fantastisch, ja, fantastisch. Ja, ik heb hier goede herinneringen. Ja. Fijn dat we dan hier met voor de laatste keer. Hè? Ja, maar ja, ik heb veel gezien. Zullen we zo eens even verder kijken? Ja. Rondrijden? Ja? Ja. Zullen we een rondje doen? Ja, doen we een rondje. Nou, mooi, gaan we dat Jan. Doen. Nee, nee. 83 jaar is mevrouw Vonk. Oh, het is allemaal even mooi. 6 weken geleden fietste ze nog. Ja, kijk eens. Oh, wat mooi. Ja, maar Je kan kiezen welke je in de pan wil hebben, hoor. Ik heb kanker. Een van de zwaarste soorten alvleesklierkanker. Ze kunnen me niet beter maken, want dat is niet te genezen. Ook al ben je 40 niet. Dat is iets heel moeilijks en dat woekert overal doorheen, denk ik. En dan kunnen ze me niet genezen. En hoe is dat voor u? Ja, wat zou ik zeggen? Je hoopt dan, als je oud bent, dat je dan zo in kunt slapen, maar zo is het niet altijd, hè. Nee. En ik heb daar ook niet van gedroomd dat dit zou gebeuren. Maar ja, ik heb er natuurlijk ook aan de andere kant van weer vrede mee. Omdat ik natuurlijk zo'n fantastisch leven heb gehad. Ja. Niet zo roemen, niet zo roemen. Nou, zo mooi samen. Is toch mooi, hè? Dat je daar ook terug kunt kijken. Hè? Zeker. En al die prachtige reizen die we hebben gemaakt. Dus ik heb, wat dat dan gaat, een dubbel leven al achter de rug, hoor. Ja. En in dat opzicht wil ik dan ook niet klagen.
Dit is ook zo'n mooie fontein, hè? Ja, het is echt aan mij besteed, hoor. Ja, hè? Ja, ja, zeker. Mooie aanvulling. Maar het is ook best wel emotioneel voor mensen, hè? Ja, ook ja, wel. Ja, zeker wel. Ja. 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 En wij zeggen altijd ook, het is met een lach en een traan. Ja. Dit wensen vervullen wat wij doen. Ja. En ja, dat is gewoon ontzettend mooi om erbij te mogen zijn. Die potjes, hè? Die potjes ook, hè? Ik zeg altijd, ik neem mijn zakdoeken mee en een pakje zakdoeken. En meestal kan ik ze aanbieden aan de wensvrager en soms heb je ze zelf ook nodig. Maar goed, dat heb je ook wel nodig hierbij. Want als je dat niet zou hebben, ja, dat zou jezelf een heel hard mens maken, denk ik. Oh, ik vind het geweldig en ik geniet er echt van in deze nadagen van mijn leven. Ja, onvergetelijk hoor. Het prachtige weer en al die lieve mensen om me heen. De omstandigheden, ja, hier zijn prachtig, maar voor ons natuurlijk is dat een beetje makkelijk. Ja. We zijn zo lang bij elkaar geweest. Ja. Ja, het is dan nog een dubbele dag, hè? Ja, ik kijk er wel op terug natuurlijk. Dat zeggen we ook als je kijkt, 62 jaar getrouwd. Met de verjaardag waren we 170 jaar samen. Dus, zo. Ja. Toen waren we echt van die oudjes bij elkaar, hè? Ja. Ja. Maar het is goed, hè? Het nou ja, is... dat ik ook zo oud geworden ben. Daar heeft natuurlijk een grote vinger in de pap gehad. Ja. Ja. Mooie dag. Prachtig. Toch? Ja. Ja? Gelukkig. Dan gaat hij even omhoog. Oh ja. Kijk, wat een luxe, hè?